We willen de stroombron begrenzen op een bepaalde waarde. Voor de oefening kiezen we hier 30 mA. Het eerste wat we doen is een gesloten lus maken. Als je denkt dit is een kortsluiting, dat klopt. Maar de bron gaat er intern voor zorgen dat hij zichzelf beschermt. Dus we meten hier milliampère, beide knoppen op 0. De spanning wordt op maximaal gezet. Je kan de bron aan. Je ziet dat het lampje van CC, tweede C van current, hier brandt. En nu gaan we heel voorzichtig deze omhoog draaien. Volledig open is 3000 milliampère. Ik wil hier 30 mA, dus we gaan hier heel voorzichtig draaien. Dus je ziet, zelfs met mijn heel voorzichtig draaien zit ik al ruim boven de 30 mA. Dus ik draai terug. Hier 0,03 ampère, hier 30,44 mA. Dus deze bron is nu juist ingesteld. We blijven van de stroomknop af. Als dat nog niet zo was, mag de voltageknop op maximaal.